Het is een prachtige avond hier aan de Koolsingel, zo tegen de kerstdagen. Het is allemaal feestelijk verlicht. In de verte is de Erasmusbrug. Hey, maar wat zien we nou? Daar staat weer een oliebollenkraam van de familie Sterrenberg. We gaan eens even kijken. Dit zouden de ouders zijn van Nico Sterrenberg, die in Schiedam dus oliebollenkraam heeft. Maar hier zijn ze echt even lekker. Goedenavond, dames en heren. We komen hier eens even kijken. Dit zou de tweede generatie zijn van de Sterrenbergjes. De eerste, leeft de eerste generatie nog? Nee, dat is overleden. Ah, maar dit is de tweede. En Nico Sterrenberg in Schiedam is dus de derde. Maar ze zouden hier even lekker zijn als bij Nico. We gaan eens even binnen kijken. Hier is de koopgoot. Ah, de deur waait al open. Dit is de vader van Nico. Hoeveel jaar bakt u al oliebollen? 4 euro. Je ziet wel, hij snoept er zelf van, dus het zal wel heel goed spul zijn. Ik denk meer dan 48 jaar. 48 jaar in de oliebollenbakkerij. Ja. Dit is de moeder van Nico, dit dus ook, behoort ook tot de tweede generatie van de oliebollenbakkerij van het Sterrenberg Concern. En dit zijn George en Jimmy, die gezamenlijk in de keuken aan het werk zijn. Op een servetje? Ja. Kunt u eens een paar oliebolletjes bakken of bent u al klaar met oliebollen bakken? Het beslag staat aan het reizen. Ah, het beslag staat aan het reizen.